Je kreeg als afsluiter bij dit hoofdstuk over dynamica een aantal oefeningen in verband met de drie types krachten die we gezien hebben. De middelpuntzoekende kracht, de gravitatiekracht en de wrijvingskracht. Zwaartekracht mag je daar eigenlijk ook bij rekenen. En ik wil heel kort nog wel iets vertellen over de oplossingsstrategie voor elke oefening. De eerste oefening die ik aangestipt had was nummer 82 uit je handboek. Een ruimteveer voert dus zo'n cirkelbeweging uit rond de aarde, 300 kilometer hoog. Hoe groot is de periode van dat ruimteveer rond de aarde? Dus de tijd nodig voor één toer. De oplossing daarvoor vind je in het stukje over parkeerbanen rond de aarde. Alle satellieten, dus ook dit ruimteveer, voert een parkeerbaan uit. En daarbij moet de middelpuntzoekende kracht precies geleverd worden door de aantrekking tot de aarde, de gravitatiekracht. Stelde je die twee toen gelijk aan elkaar, dan kon je de snelheid van elke satelliet daaruit halen, de wortel van de gravitatieconstante, de massa van de aarde die krijg je, straal van de aarde die moet je kennen, en de hoogte erboven, in dit geval is dat dus 300 kilometer. Nu, snelheden. Bij cirkelbewegingen kan je ook schrijven als omega, de hoeksnelheid, maal de straal van de baan. Dus 2pi op de periode. Periode is dan de enige onbekende in heel deze vergelijking. Die kunnen we dus uitrekenen. En dan komen we op ongeveer 1,5 uur tijd uit. Volgende, nummer 91, gaat over een rutschbaan of een achtbaan waar Sophie, 62,5 kilogram massa, in het wagentje zit, het middelste wagentje van de rij, en ooit komt zij eens in punt P onderaan uit, rond welk punt ze een looping gaat uitvoeren. Ze heeft daar een snelheid van 70 km per uur en de straal van de baan is daar 50 meter. Welke krachten treden er allemaal op Sophie op dat punt en hoe groot is haar gewicht in dat punt? Gewicht? Denk aan het stukje over gewicht. Gewicht is altijd even groot als de normaalkracht. Dus wellicht treedt die daar ook op. De toepassing die daaraan gekoppeld was, was dus de looping. En als je een strategie wil naar oplossing toe, dan kan je in dat onderste punt maar alleen de looping blijven uitvoeren als je normaalkracht groter is dan je zwaartekracht. De cursor is weer verdwenen hier. Dus de normaalkracht groter dan de zwaartekracht. Dan is er een resultante en die resultante zorgt ervoor dat we op de baan kunnen blijven. Dat is dus de middelpuntzoekende kracht. De normaalkracht min de zwaartekracht. Als we Sophie haar gewicht willen kennen, moeten we dus haar normaalkracht uitrekenen. Zwaartekracht plus middelpuntzoekende kracht. En dan komen we op een goede 1000 newton uit. Je zou zelfs kunnen uitrekenen hoeveel keer dat haar gewicht is in normale toestand, dus hoeveel g ze oploopt in dat punt. Normale gewicht 62,5 kilogram maal 9,81. Oké, dat was oefening 91. 97 kan ook gelinkt worden aan een van onze toepassingen. Een trein met snelheid 140 km per uur doet een noodstop. Er zijn wat bladeren op het spoorsysteem terechtgekomen. En de wrijvingscoëfficiënt of wrijvingsfactor is daar 0,30. De remafstand voor deze trein. Het is niet de bedoeling dat je formules van toepassingen allemaal letterlijk van buiten leert. Ik wil van jou dus een redenering hoe je daartoe komt tot deze oplossing. Niet de letterlijke formule voor de remafstand dus. De wrijving zorgt voor het afremmen, mu maal fn. Normaalkracht en zwaartekracht zijn gelijk aan elkaar en zwaartekracht is massa maal valversnelling. De wrijvingskracht is ook diegene die ervoor zorgt dat de trein zal afremmen, min m maal a. We halen dat eigenlijk uit de vergelijking voor de x-krachten en de y-krachten. Geen voorwaartse kracht, wel een achterwaartse kracht, gelijk aan massa maal versnelling. En voor de verticale component is dat plus de normaalkracht, want naar boven, min de zwaartekracht, want naar beneden, en er is geen resultante in de y-richting.
Dus min fw is m maal a of fw is min m maal a. Daaruit halen we dat de versnelling of vertraging, zo je wil, voor de trein min mu g is. Mu, die krijgen we. G, die kennen we. Dus de vertraging of versnelling is gevonden. Zeker een negatief getal. En via wat EVRB-werk, formules voor de EVRB ken je onderhand al, vind je de remafstand goed voor 257 meter. Probeer dus zo snel mogelijk ook getallen in te vullen voor zoiets. Werk dit niet theoretisch verder uit, maar vul gewoon je resultaten en gegevens in de EVRB-formules in. We hebben er nog zo eentje. Curling. Curling, daarvoor moeten we een grote steen over het ijs laten schuiven, die dan uiteindelijk tot stilstand komt. En de wrijvingscoëfficiënt tussen de steen en het ijs is dit keer de onbekende. De steen heeft een beginsnelheid van 1,5 meter per seconde maar, en 16 meter verder komt hij tot stilstand. Dus dat is een beetje dezelfde toepassing als het vorige met de trein. Ook hiervoor gebruiken we niet de letterlijke formule voor die remafstand. En we moeten wat omgekeerd te werk gaan. Deze keer krijg je de afstand en zoeken we dus de wrijvingsfactor. Dus niet weer met de letterlijke remafstandformule. Als je dat wil, dus de omgekeerde weg van daarnet, dan kan je die volgen. Eerst de EVRB, daaruit de versnelling halen, daaruit de wrijvingskracht en zo de wrijvingsfactor. Klein getalletje, ijs en steen zijn kleine wrijvingscoëfficiënten. Er komt er nog eentje op voor een massa van 50 gram, die door een kracht van 0,065 newton wordt voortgestuwd. En onder invloed van die kracht gaan we vanuit rust vertrekken, in 10 seconden, mooi rechtdoor 40,7 meter afleggen. Wat was de wrijvingskracht en de wrijvingsfactor in deze oefening? In dit geval, EVRB, gaan we van rust versnellen in 10 seconden, 40,7 meter. Ik denk dat je de x-formule voor de EVRB zeker al kan gebruiken. Je krijgt daar heel veel voor, zodanig dat je ook de versnelling van dat voorwerp kan uitrekenen. En eens de versnelling is gevonden, kunnen we verder aan de slag. De resultante in dit geval voor de x-richting, m maal a, de versnelling die we daarnet gevonden hebben, de voorwaartse kracht min de wrijvingskracht, dat is de vergelijking voor de x-krachten. De versnelling eerst al uit de EVRB te halen, wrijvingskracht kunnen we nu ook vinden, en wrijvingskracht is mu maal fn, de normaalkracht met andere woorden, zo groot als de zwaartekracht. Zo vinden we ook de wrijvingscoëfficiënt. Dus een beetje EVRB-werk en uiteindelijk altijd dezelfde formuletjes. Nog eentje analoog aan de curlingsteen en de trein. Een ijshockeypuck in dit geval krijgt een slag. Daardoor vertrekt de puck met 20,5 meter per seconde en het duurt 120 meter vooraleer die tot stilstand komt. Welke krachten hebben we nadat de slag is gegeven? We duwen niet de hele tijd aan die puck, dus zoveel krachten zijn er niet. Er is geen voorwaartse kracht meer, anders moet je de hele tijd blijven duwen en stopt de puck nooit. Dus het zijn dezelfde krachten als bij het remmen voor een auto. Wrijvingsfactor is dit keer weer de onbekende. We hebben nog een keer de uitkomst. Eerst de versnelling of vertraging, zo je wil. Gegevens genoeg om met de EVRB aan de slag te gaan. Min 1,75 is de versnelling. En via dezelfde redenering die je al een paar keer gemaakt hebt, vind je het ook dit keer de wrijvingscoëfficiënt. Dan hebben we er nog eentje, die we nog niet gehad hebben. Een fietser of motorrijder in dit geval in de bocht. De straal van de bocht is 30 meter, 72 km per uur de snelheid. 20 meter per seconde dus. Het wegdek is horizontaal, zoals bij onze toepassing ook. En de motorfietser helt naar de binnenkant van de bocht, dat is altijd zo.
Totale massa van het geheel 200 kilogram. Zal die motorrijder in de bocht blijven als gegeven is dat de grootte van de maximum wrijvingskracht van de weg op de banden gelijk is aan de grootte van de zwaartekracht in dit geval. Dat is niet altijd zo, in dit geval dus wel. En hoe groot is die wrijvingsfactor of coëfficiënt dus? Bij fietsers en dus ook motorrijders in de bocht gaan we altijd twee dingen met elkaar vergelijken. Ten eerste, om de bocht te nemen met onze snelheid en onze massa, wat hebben we nu nodig? En wat is het maximale dat je in dit geval kan krijgen? Overschrijd je dat maximum, dan val je. Overschrijd je dat niet, dan blijf je mooi in de bocht en loopt alles goed. De zaken die je met elkaar kan vergelijken zijn ofwel wrijvingscoëfficiënt, welke mu heb je nodig en wat is de maximale mu in dit vraagstuk. Je kan ook denken aan hellingshoek, ja, dus hoeveel helt de motorrijder schuin en is dat ook binnen de maximumgrenzen. Je kan ook met tangens alpha werken, met de benodigde middelpuntzoekende kracht of de snelheid. Overal zou de conclusie dezelfde moeten zijn, welk lijntje je ook kan invullen. Het is dus aan jullie om stap voor stap lijntjes te gaan aanvullen en op een bepaald moment ga je zeggen, ah, nu heb ik er twee naast elkaar, nu kan ik de conclusie trekken. Belangrijk gegeven was, de maximum wrijvingskracht is zo groot als de zwaartekracht in dit geval. Maximum wrijvingskracht. Maximum FMZ, zo groot als de zwaartekracht. Ik heb voor jullie het tabelletje helemaal ingevuld. En dan vinden we stap voor stap. Misschien eerst de snelheid. We rijden 20 meter per seconde. Hoe snel kunnen we maximum gaan? Daarvoor zet je eventueel een paar stappen uit je afleiding. Wat we ook hebben is dus de maximum wrijvingskracht of maximum FMZ. 1962 newton, dat is een volgende stap die we kunnen zetten. De benodigde FMZ. We willen met massa 200 kilogram 20 meter per seconde rijden, straal 30 meter. Dan is je vraagstuk eigenlijk al opgelost. Want dan merk je dat je maar liefst 2667 newton nodig hebt en je hebt maar 1962 newton grip. Dus je overschrijdt het maximum, de motorrijder zal uit de bocht vliegen, onderuit glijden. Wil je de andere zaken compleet krijgen? In de afleiding vond je hoe je de maximumsnelheid in een bocht kon uitrekenen. We mogen maar 17, we willen 20 rijden, we overschrijden dus het maximum. De mu, FW op FN, wrijvingskracht gegeven, zo groot als de zwaartekracht. Zwaartekracht, we delen ze weer door elkaar. Maximum mu is 1. De mu die we nodig hebben, FW, we hebben hem daarnet gevonden. Zwaartekracht, we zouden eigenlijk 1,33 nodig hebben en we krijgen maar 1. Tangens alpha is mu, dat ken je uit de afleiding. 1 in dit geval, maximum tangens, zou dan 1,33 zijn. De boogtangens daaruit, 45 graden is je maximum hellingshoek, 1,36 haal je uit de afleiding, zouden we hem nodig hebben, zou in principe 1,33 mogen zijn. En de hellingshoek die we nodig hebben, we zouden eigenlijk 53 graden schuin willen hangen. Dan heb je alle lijntjes naast elkaar, 1 lijntje is eigenlijk voldoende. Het volstaat om er eentje in te vullen, je hoeft niet de hele tabel in te vullen. Dit zijn de oplossingen. Je vindt nog een heel aantal vraagstukjes ook terug in het document De Verzameling van Vraagstukjes over het tweede semester. Arbeid zal daar ook wel in staan. Dat moet nog komen en dat wordt dus ons volgende hoofdstuk.